Zo, we hebben hier, het is heel spannend. We gaan het zo even openmaken. Er staat al op Dream Avenue. Nieuw merk voor ons. Maar wat heel erg leuk is, deze dame draagt Dream Avenue, maar is een van de finalisten van de Miss Nederland verkiezing geweest. Die zijn al geweest. Maar Tessa gaat even die doos opmaken. Dan gaan we samen even kijken. Ze moeten maar eerst altijd de zijkanten en dan omhoog of nergens inknippen. Oeh. Factuur, ja, die willen jullie waarschijnlijk niet. Ik eigenlijk ook niet, maar ja. Nou, de eerste die we even uitpakken is een hele mooie rode. Ik heb twee dozen binnen. Oh, vastgeplakt. Supermooi. Ja. Met aan de binnenkant een gaaf panterprintje. En dat is bij Dream Avenue volgens mij bij alle BH's. Ja, weet niet of ze allemaal hebben, maar hebben ze wel vaker. Is een beetje een specialiteit. Ja. Ja. Maar deze hebben we ook ingekocht, want dit is de gladde. En zij draagt een kanten versie. Ja, ik denk dat dat wel in die andere. Ik denk dat je die andere doos ook nog open moet maken, Tess. Dit is in ieder geval deze in het zwart. Dat hebben we ook binnengekregen. Supermooi. Ja, ik wacht even. Ik ben jouw assistent. Pak jij maar die andere doos. Zijn voorbereid. We moeten nog een doos openmaken. En we moeten natuurlijk nog alles maar uitpakken hier. Maar we hebben al plek gemaakt. Hierboven hebben we er ook staan. En deze dame is ook een van de finalisten. Die heeft dan de kantenversie in het zwart aan. Maar binnenkort komt ook nog een groene en nog een panterprintje. En dit is denk ik ook zo'n zwarte als in die andere doos. Maar hieronder, zoals Sabine al zei, de kanten. Supermooi. En daar ook weer dat tijgerprintje aan de binnenkant. Ja. Uiteraard is van alles, zijn er ook slips en strings daarbij. Die zijn waarschijnlijk ergens onderin. Dus kom snel kijken. Tjus, we zien ons bij Rosa van Nieuwkoop.